Die al klaar zit, die al zit te kijken. Welkom. En als je meekijkt via YouTube of via de website, kan ook. Ook welkom. Ik zit intussen even mijn kaarten te schudden. Als je denkt, wat ben je allemaal druk aan het doen? Ik ben nog even de kaart aan het schudden. Ik was net op zoek naar mijn lamp. Ik hoop dat ik straks niet in het donker zit, want het wordt hier steeds donkerder. Maar ik was op zoek naar mijn lamp en die had ik gevonden hoor. Maar die heeft heel veel kleurtjes en ik kreeg hem dus niet meer van de kleurtjes af. Maar ik hoop dat ik straks niet in het donker zit. Dat jullie mij gewoon nog kunnen zien. Dus ik ben even mijn kaarten aan het schudden voor als de sms'jes binnenkomen vanavond. Ik heb twee decks bij me. Ik heb altijd één deck voor de sms'jes liggen. Dus het is geheel mogelijk vanavond weer. Vanaf nu is het mogelijk om een sms'je te sturen. En dan stuur je het woord kaart. Ik moet altijd even kijken. Hè? Ik kijk onder in het scherm staat het, onder in je beeld. Ik moet altijd zelf ook even kijken van, oh ja, hoe ging dat ook alweer? Je sms het woord kaart plus je naam. En dan hoeft niet je echte naam te zijn. Je mag ook een verzonnen naam. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. En een onderwerp, als je het over een onderwerp wil hebben. Als je het openlaat, dan geef ik gewoon een algemene consult. En maar het onderwerp, ja, dat kan gaan over de spiritualiteit, kan gaan over de liefde, kan gaan over je werk. Je kan een hele korte vraag sturen. Ik zie wel eens dat het lukt, dat mensen, maar dan moet je echt heel kort houden, want anders komt de sms bij ons niet goed binnen. En dus ik was even mijn kaarten aan het schudden voor het geval dat. En ik heb ook nog mijn andere deck, die moet ik ook nog even schudden. Want ik was wat aan de late kant. Dus normaal gesproken heb ik altijd alles al netjes klaar liggen. Maar vanavond even niet. Ik liep een beetje uit. Met eten en eten maken en dat soort dingen. Ik heb voor vandaag, ik hoop dat je het kan zien. Voor vandaag heb ik de klassieke tarot. Het is de Tarot of Traditions. En het is de klassieke tarot. Maar ja, helemaal opnieuw ingekleurd en nou ook met allerlei andere toeters en bellen hier en daar toegevoegd. En wat ik heel erg grappig vind aan deze kaart, ik weet niet of je het goed kan zien hoor, maar in de wolken zie je soms ook gezichten. En ook dat kan je meetellen als symbolen of dat kan je ook meetellen als, soms neem ik het mee, soms niet. Het is me ook opgevallen dat als ik de kaarten soms uitspreid, dat wolken het dek op elkaar aansluit. Wat me dan ook altijd weer een beetje doet vermoeden dat sommige kaarten. Nou weet ik dat alle kaarten met elkaar verbonden zijn. En alle kaarten met elkaar gelinkt zijn. Maar het creëert weer hele nieuwe verbindingen en hele nieuwe linkjes. Ja, ik probeer even zo'n kaart te zoeken hoor, waar dat op te zien is toevallig. Nou, niet. Maar mocht ik hem tegenkomen, dan laat ik hem je zeker even zien. Het is een, gewoon een heel mooi, eigenlijk, ja. Maar dat is gewoon, dat zien jullie niet. Maar voor mij, ik vind de kaartjes vrij dun en vrij flexibel. Ik hou van wat dikkere kaarten. Die liggen wat makkelijker in de hand. Deze, die glijden heel snel weg. Maar dat is gewoon voor mij even technisch wat ik fijn vind aan kaarten. Dus als ze ooit nog een keer een deluxe versie van deze kaarten hebben. Want dat hebben ze. Ze hebben ook heel vaak allerlei uitvoeringen van één deck. En als dan een deck populair is, dan krijg je verschillende uitvoeringen. Dus dan krijg je ook de luxe uitvoeringen in mooie dozen met een boekje erbij. En dit is eigenlijk een beetje de basic versie. Ik wou zeggen de goedkope versie, maar dat is niet helemaal waar. Maar de basic versie van de kaarten. Dus ik hoop nog op een luxe. Ja, ook hier zie je ook weer zo'n gezichtje. Als je kijkt boven de koningin, zie je in de wolken zie je ook een gezicht. Dus dat vind ik allemaal van die grappige details die ze aan toe hebben gevoegd. En ik vind het zelf gewoon heel mooi dek. Dus mochten ze deze nog in een deluxe uitvoering brengen met grotere, dikkere kaarten. Misschien moet ik een verzoekje indienen bij de maker. Ik weet niet eens wie de maker is, als ik heel eerlijk ben. Giuliano Costa. Dat is het Italiaans. Nou, waarschijnlijk Amerikaans-Italiaans, denk ik. Oké. Nou, dus dat zijn de kaarten die ik bij me heb voor straks. Dat we weer stapeltjes kunnen gaan doen. En ik heb
Eigenlijk heb ik deze altijd liggen voor de sms. Mochten we straks de sms'jes krijgen, dat lijkt me leuk, dan zien we ze vanzelf. Maar dat noem ik altijd mijn werkdek, want dat zijn echt de kaarten waar ik gewoon echt dagelijks mee werk. En dus de stapeltjes voor de sms. Het is ook mogelijk om te bellen trouwens. Als je onderstaand nummer belt en optie 4 kiest, dan kom je hier nu ook bij mij uit. En dan kunnen we gewoon met elkaar praten. Via sms is dat altijd lastig. Dat is, ik noem het altijd maar een tool of een stukje bereikbaarheid voor introverte mensen. Ik hoor daar ook bij, hè, bij die introverte mensen. Dus ik snap dat hele sms-ding, snap ik dan heel goed. Want het is spannend, weet je wel, om te bellen. En spannend om, ja, zeker in de uitzending. Hè? Ik bedoel, gewoon privé, of tenminste op mijn boxnummer, dan is dat weer wat anders. Maar zo in de uitzending kan ik me best voorstellen dat mensen dat ook spannend vinden. Dus voor de mensen die het niet spannend vinden, die kunnen bellen. Dan kunnen we gewoon praten. En voor de mensen die het spannend vinden, die kunnen lekker sms'jes sturen. En natuurlijk zit ik ook niet alleen. Ik zie Tineke, zie ik online Angel. Ik zag net Amandala voorbij komen en een collega Tarot Reader. En meestal zie ik ook in de reacties op Facebook wie er nog meer online zijn. Want die carousel loopt voor mij altijd iets te langzaam. Dan wil ik opnoemen wie er nog meer. Of Alida zie ik ook nu wie er allemaal online zijn. En dan gaat dat heel langzaam. Dus, maar meestal staat in de reacties op Facebook wie er nog meer online zijn voor, ja, al je andere vragen. En het kan natuurlijk zo zijn dat je een astroloog wil spreken of een coach of een medium of een paragnost of iemand die andere kaarten legt dan ik. Orakelkaarten. Er zijn ook collega's met die Lenormand kaarten leggen. En die daar dus juist heel erg in, heel erg goed in zijn. Of andere kaarten, die waarzegkaarten. Die, ja, dat zijn kaarten. Ik ken ze niet heel goed, maar ik heb mijn collega's daarmee zien werken. Met gewoon zo'n symbooltje erop. En daar kunnen ze ook een heleboel over vertellen. Dus wat dat betreft hebben we genoeg expertise in huis van iedereen. En die hier als coach werkt. Voor iedereen die vragen beantwoord wil hebben. Dus ja, wat dat betreft. Ik zie de nodige mensen alweer binnendruppelen. Gezellig. Johan, goedenavond. Annelies, goedenavond. Karin, hoi hoi. Wim, goedenavond. Dankjewel voor het delen, Wim. Oh, je doet dat het zo trouw delen. Dankjewel, Wim. Karin vraagt, hebben die gezichten dan ook een betekenis? Ja, kan. Het is net de betekenis, niet traditioneel of klassiek gezien, nee. Maar ja, omdat het op deze kaart staat, je zou de gezichtjes in mee kunnen nemen, zeg maar. Ik was hem aan het zoeken, ik weet niet eens echt precies welke kaart dat is, maar waar je echt twee gezichten ziet die inderdaad ook wel een bepaalde symboliek zou kunnen hebben. En ik zou bijvoorbeeld zelf zou ik dan kijken naar hoe het gezichtsuitdrukking. En in dit geval bijvoorbeeld deze kaart, waar je het gezichtje ziet, zie je een mevrouw boven, zeg maar die andere mevrouw. Zie je een mevrouw met eigenlijk een beetje gesloten ogen, vrij, ja, met een bedenkelijk gezicht, met een nadenkend gezicht. En als je dat koppelt aan de kaart, die dan eigenlijk wel een beetje gaat over communicatie en eigenlijk... Kort samengevat, gewoon eerst even goed nadenken voordat je je mond open doet. Zou je kunnen zeggen van oké, een stukje introspectie. Even van binnen kijken hoe jij je uitspreekt. Hoe jij je oordeel velt. Hè? Want die koningin, ja, die ziet eruit alsof ze zeg maar een oordeel moet vellen over iets. Hè? Dus een beslissing moet nemen over iets. En dat oordeel dat... Ja, je kan op verschillende manieren oordelen. Ik bedoel, je kan een vooroordeel hebben en dat vinden we meestal niet prettig. Hè? Dat je een vooroordeel hebt over iets waar je misschien de ballen verstand van hebt, wat heel veel op het internet gebeurt. En of dat je een vooroordeel hebt over mensen, gebaseerd op hoe ze eruit zien. Of dat je een vooroordeel hebt over
bepaalde situaties. Meestal gaat het wel over mensen hoor, dat soort vooroordelen. Dat is niet wenselijk, maar dat hoort ook een beetje. Nou ja, laat ik het zo zeggen, het hoort niet bij die kaart, maar het kan bij die kaart horen. Dus elke kaart heeft een schaduwkantje. Dus dat kan het schaduwkantje van de kaart zijn. Dat je gauw klaar staat met je oordeel. Oordelen is overigens niks mis mee. Je moet kunnen beoordelen. Dat is, je moet een goede beoordeling kunnen maken. En dat heet ook in de volksmond een oordeel vellen over iets. Die koningin die beoordeelt de situatie en die beoordeelt hem als het goed is eerlijk. En op een rationele manier, een redelijke manier. En ja, de schaduwkant daarvan is dat ze dat dus juist weer niet doet. Het is niet altijd het tegenovergestelde, maar niet het letterlijk tegenovergestelde. Maar de schaduwkant, ja, die geeft wel vaak aan van, hey, misschien doe je iets niet. Of misschien zou je iets, zou je beter op kunnen letten op dingen. Zo eigenlijk. Dus die gezichtjes hebben niet specifiek echt een betekenis, maar je kan ze meenemen. In feite op alle tarotkaarten, daar staan ook zoveel symbooltjes op. Die kan je meenemen. Ze zijn optioneel, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus je hoeft niet al die symbooltjes, als je tarot aan het leren bent bijvoorbeeld. Je hoeft niet al die hele kleine symbooltjes, hoef je niet allemaal uit je kop te kennen. Of precies te weten wat wat is. Want we zien vaak bloemen en we zien vlinders en we zien vogels en we zien van alles. Dat hoef je niet allemaal te weten. Maar je kan het wel meenemen. Het is wel heel grappig om die hele kleine detailtjes, om die wel mee te nemen, zeg maar. Maar dat leer je pas als je echt heel erg diep die tarot induikt. Als je echt als een soort tarot-nerd, zeg maar, al die kleine dingetjes leert. Dan leer je ook elke keer weer wat nieuws, hè? Want ik ben ook nog steeds niet klaar. Ik heb pas geleerd over een kaart. De kaart van de. Ik zal hem proberen op te zoeken, maar ik heb alles net zitten schuffelen, dus ik heb alles licht door elkaar nu. Misschien, dus heel soms als ik het over een kaart heb, dan valt die ook. Dus dan komt die ook uit een legging. Dat ik leerde over de 9 van Pentakels, dat daar een slakje. Ik wist dat er een slakje op stond. Maar ik leerde over wie die mevrouw is. Dus die mevrouw schijnt dus toch gebaseerd te zijn op. Er staat dus een vrouw op de kaart. En die vrouw die schijnt dus toch gebaseerd te zijn op iemand die de schilderes, de kunstenares Pamela Coleman Smith kende. Of in ieder geval een bekende actrice, geloof ik, waar ze naar gemodelleerd is. En die Pamela Coleman Smith die was zelf ook actrice, of die was heel actief in de theaterwereld. En zij kende dus ook veel mensen in het theater, of direct of indirect. En die vrouw die schijnt dus een bekende actrice te zijn, of die heeft ze min of meer zo'n soort eerbetoon aan die bekende actrice van. Het was in 1909, hè, mensen, dus dat is niemand die wij echt kennen, zeg maar nu. En er staat een slakje op die kaart. Dus dat heb ik dus pas geleerd. Dus ik leer ook nog steeds bij. Is het super relevant voor goede tarotleggingen te doen? Nee, want ik doe al 20 jaar tarotleggingen zonder te weten waar dat slakje voor staat en zonder te weten wie die mevrouw is en wat haar naam is. Dus dat doe ik al jaren met succes zonder die kennis. Maar geeft het een extra dimensie of geeft het een extra sausje? Ja, ik weet niet, is het relevant in een legging? Ik weet het niet. Het is gewoon leuk. Het zijn gewoon leuke feitjes om te weten. Dus dat geldt voor die wolkjes met de gezichtjes misschien ook. Zeg gewoon leuke feitjes, leuke dingetjes. Dus vandaar even kijken. Waar zijn we gebleven? Goedenavond, Marie-José. Laura, goedenavond. Laura zegt, klopt, ik heb daar ook last van. Mensen van vroeger hadden vooroordelen over mij. En daardoor ben ik nu nog niet verder in mijn leven. En daardoor weer een burn-out. Oké. Marie-José herkent dat ook. Ja. Ik kan me er iets bij voorstellen hoor, overigens. En zeker als je dat een beetje met de paplepel ingegoten hebt gekregen. Of dat je misschien ouders had die super kritisch waren en altijd overal een mening over hadden. Dan kan je dat meekrijgen, inderdaad. En dan is het heel makkelijk voor mij om dan te zeggen van ja, maar waarom trek je je zo verschrikkelijk veel aan van wat andere mensen denken?
en wat andere mensen van jou vinden, want het zijn maar meningen. Maar nogmaals, dat is makkelijk voor mij om te zeggen. Probeer niet meer aan vroeger te denken, maar als alles nog niet verder komt in mijn leven, denk ik daar weer automatisch aan dat ik vroeger onderschat ben. Ja. Ja. Ik herken daar wel wat in hoor, Laura. Want ik heb ook een hele tijd gehad in mijn leven dat ik ook het gevoel had dat ik niet verder kwam. Maar dat had met mij iets met iets anders te maken hoor. Maar weet je, het zijn hoe dan ook wonden. We hebben het gisterochtend hebben we het eventjes gehad over wonden. Wonden, trauma, dat soort dingen. Dat ja, als je bepaalde wonden niet geheeld hebt nog, of nog, hè, nog niet helemaal hebt geheeld, want bedoel, niks is 100% klaar of 100%. Weet je, je blijft altijd nog wel ergens een triggertje houden. Maar als je wonden niet heelt, of niet adequaat of genoeg heelt, zeg maar, dan blijf je ook constant getriggerd worden door dingen. En dat kan je inderdaad heel erg belemmeren in het verder gaan met je leven. En ik heb geen idee hoe oud jij bent hoor, maar ik merk zelf nu ik wat ouder ben, ik ben 55 inmiddels, dat ik daar steeds minder last van krijg. En dat ik steeds minder me druk maak over wat anderen van me vinden. Dus dat kan misschien een leeftijddingetje ook zijn. Maar het is wel, als je daar nog steeds zoveel last van hebt, dan, nogmaals, het is heel makkelijk voor mij om te zeggen, van stap daar overheen of zorg dat je daar doorheen breekt. Want dat is zo zonde, want het gaat namelijk altijd ten koste van jouw capaciteiten. En als je dat steeds bedenkt van, hey, maar ja, ik heb talenten, dat geldt niet alleen maar voor jou en Laura, dat geldt voor iedereen wat ik nu zeg. Maar ik heb talenten, ik heb gaven, ik heb iedereen kan iets. Weet je, ik heb wel eens ooit gehoord van mensen die zeggen van ja, maar ik kan helemaal niks. En dan vraag ik altijd aan, maar echt helemaal niks? Want dat is namelijk heel erg knap als je helemaal echt niks kan, hè? Echt niks. Dat je echt, moet je voorstellen, dat je echt helemaal niets kan. Ik bedoel, niemand kan niks. Dat bestaat namelijk, dat is onmogelijk. Je kan altijd wel iets. En al is het maar, en soms zeg ik dan maar bij, soms hè, ook tegen mensen die bijvoorbeeld, en ook dat heb ik meegemaakt, sommige mensen die gewoon hun bed echt niet uit kunnen komen, omdat ze te lamlendig zijn, of omdat ze ziek zijn, of omdat ze weet je, een off day hebben, of misschien in een depressie zitten, of een burn-out, of whatever. Dat je dan toch zegt van, hé, maar je bent vanmorgen je bed uitgekomen. Je bent vanmorgen je bed uitgekomen, je hebt je tandjes gepoetst. En als je dat zelfs niet kan, dan je bent vanmorgen wakker geworden. Vanmorgen heb ik een keer je ogen open gedaan. Toen werd je wakker en toen werd je bewust van dat je wakker was. Dat. Dus dat kan. Soms moet je het heel klein terugschalen. En nogmaals, als iemand die depressies en burn-out heeft meegemaakt, moet je soms echt het kleinste van het kleinste prestatietje moet je bij jezelf kunnen belonen. Moet je tegen jezelf kunnen zeggen van oké, het is misschien niks in de hele wereld, maar het is voor mij heel erg heel wat dat ik vanmorgen wakker geworden ben en dat ik mijn bed uitgestapt ben en dat ik mijn tanden heb gepoetst. Voor mij was dat heel wat. En dan ga ik daarop bouwen. Want niemand komt alleen maar zijn bed, dat is vaak tijdelijk. Niemand komt alleen maar zijn bed uit en dan poetst zijn tanden en dat doe je voor de rest van je leven. Nee. Absoluut niet. Die dingen zijn tijdelijk. En dan bouw je steeds een beetje op. Hé, ik ben vandaag mijn bed uitgekomen. Ik heb mijn tandjes gepoetst. Ik heb ook mijn haar nog gekamd. Zo. Wauw. Wees trots op jezelf. Hé, ik ben vanmorgen mijn bed uitgekomen. En toen heb ik mijn tandjes gepoetst. Ik heb mijn haartjes gekamd. En ik heb bordjes afgewassen in de keuken. Oké, het waren er maar drie, maar ik heb het wel gedaan. En zo bouw je elke keer op. En dat is dus hè, voor mensen bijvoorbeeld in een burn-out situatie. Normaal weet ik alles van. Dat je toch elk klein dingetje van jezelf hè, durft te erkennen. En durft te zeggen tegen jezelf, hey, goed. Want niemand kan niks. Onmogelijk. Zelfs, en misschien is het oneerbiedig wat ik zeg. Zelfs iemand die volledig verlamd is, kan nog iets. Want die kan vaak nog wel praten, die kan vaak nog wel denken.
En die kan vaak ook nog wel ideeën weergeven. Snap je? Je kan altijd nog wel iets. En datzelfde geldt een beetje ook, niet alleen fysiek, maar ook voor je mentale processen. Want je hebt altijd een talent. Je hebt altijd iets waar jij goed in bent. En dat kan iets heel kleins zijn. Het kan iets zijn waar je misschien de wereld niet mee redt. Maar het is iets. En daar kan je steeds op bouwen. En dan kom je erachter van, hé, maar ik kan ook nog iets anders, wat ook van belang is. En ik ben heel erg goed in luisteren naar andere mensen, dat is ook van belang. En ik kan ook bijvoorbeeld, weet je, dan ga je allemaal dingetjes opnoemen die je kan. En waar je goed in bent. En waar jij zelf, en dan kunnen mensen je onderschatten tot ze een ons wegen. Weet je, ik vind het altijd leuk als mensen mij onderschatten. Ik vind dat hilarisch. Ik vind het echt hilarisch, want ik ben ook in mijn leven heel veel onderschat. En ik heb ze allemaal, heb ik ze bewezen, dat ze het hartstikke fout hadden. Dus ik vind het hilarisch. Oh, jij onderschat mij? Oké, cool. En weet je, de mensen die onderschatten, het zijn nooit de mensen die iets heel belangrijks hebben bereikt in hun leven, die andere mensen onderschatten. Nooit. Het zijn altijd de mensen die zelf op de bank zitten, geen ene piep uitvoeren en die alleen maar zitten te klagen, tv zitten te kijken, zitten te klagen over wat andere mensen doen. Die mensen die presteren niks. Ik zeg niet dat ze niks kunnen, want ook die mensen hebben talenten, die mensen hebben gaven, die mensen hebben. Maar sommige mensen kiezen ervoor om gewoon niets te doen, omdat ze te bang zijn om iets te doen. En dat zijn altijd de mensen die klagen over anderen. Maar de mensen die iets presteren, en de mensen die, al is het maar klein, hè, want je hoeft niet wereldberoemd te zijn. De mensen die dingen kunnen, de mensen die dingen doen ook in hun leven. De mensen die doelen stellen en ze ook behalen. De mensen die successen halen, trots zijn op hun werk, of ze hebben iets goed gedaan op hun werk. Of ze, die zullen eigenlijk zelden een ander daarop veroordelen of een ander zeggen van, nou, je doet het niet goed. Dus het zijn altijd mensen met zeer, zeer, zeer lage eigenwaarden. Dus mensen met zeer, zeer, zeer laag zelfvertrouwen. En mensen met zeer, zeer weinig prestatiedrang. Of, weet je, iedereen heeft talent, maar als je er geen bal mee doet. Dus waarom, en dit was dan ook even voor Laura, maar voor iedereen. En normaal, ik heb dit ook moeten leren. Waarom zou je je druk maken over wat anderen van jou vinden, terwijl die anderen niet gepresteerd hebben wat jij hebt gepresteerd? Stel, je hebt een burn-out gehad en je bent daar heel huids uitgekomen. Dan heb je iets gepresteerd. Daar kan een ander wat van vinden, maar jij bent er wel uitgeklommen. Het zijn mensen die hele dagen alleen maar op hun gat zitten, tv zitten te kijken. Weet je, die komen niet, die krijgen niet eens een burn-out, want ze doen nooit wat. Snap je? Dus bekijk het misschien eens anders. Bekijk het eens anders. Oké, over de show. Even verder met de uitzending. Maar goed, dit kwam zo ter sprake. En jullie kennen mij inmiddels een klein beetje dat ik dan inhaak op wat er gebeurt. Want ik bereik nooit dat voor namelijk. Dus dat je, ja. Ik denk ook altijd, als mensen je onderschatten, dan onderschatten ze zichzelf, hè? Dan geloven ze niks, dan geloven ze zichzelf gewoon niet. Wilma zegt, ik heb veel talent, daar ben ik nu achter gekomen door dingen te gaan proberen. Yes, Wilma. Hartstikke goed. Enige manier om erachter te komen. Proberen, gewoon doen. Proberen. En ja. En weet je, ik heb ook wat geleerd, alles is een kladversie. En dat heb ik zoveel, ik vertel jullie allemaal dingen waar ik zelf heel veel aan gehad heb. Hè? Dus met andere woorden, niet omdat ik al die kennis heb. Nee, het zijn dingen die anderen mij gezegd hebben, waar ik heel veel aan gehad heb. Die ik bij me heb gehouden. Denk van, maar dat moeten andere mensen ook weten. Alles is een kladversie. Dus je kan, eigenlijk is het hele leven een kladversie. Weet je wel, je kan gewoon dingen uitproberen. En als dit niet werkt, nou ga je toch wel lekker wat anders doen. Of dan ga je het toch op een andere manier doen. Maar je probeert het. Je doet het. Je hebt altijd 10, 20 stappen voorsprong op mensen die het niet doen. Want jij doet het wel.
Dus. Oké, nou, ik ga even kijken of er nog mensen zijn die, die sms'jes gestuurd hebben in de tussentijd. Nee, ik zie het niet. Dan ga ik gewoon lekker kaartjes het water inschenken. Zie je, ik loop een beetje achter vanavond. Ik heb niet heel veel tijd gehad om alles klaar te zetten hier. Maar goed, we gaan lekker aan de stapeltjes. Dus denk even na. Af en toe zit ik in het donker hier ook. Oké. En dan stapeltje 1, 2 of 3. Dan doe ik de kaartjes in stapeltjes verdelen. En wie weet komt. Weet je, ik heb altijd zo, als er een beetje een thema ontstaat, zoals nu, dan hebben we het toch eventjes met z'n allen over ja, onderschatten en hè, dat je moet werken aan je eigen waarde, je moet werken aan je, want dat is het ook, hè, je krijgt pas eigen waarde. Mensen die zeggen van, ik ga iets doen als ik eigen waarde heb, of ik ga pas iets doen als ik zelfvertrouwen heb. Maar je krijgt zelfvertrouwen door het te doen. En dat is eigenlijk, ja, weet je, dat vergeten we soms. Ik ben intussen ook eventjes de stapeltjes aan het klaarleggen. Vandaar dat ik af en toe even naar beneden kijk. Maar dat is het. Dat is het. Je krijgt zelfvertrouwen door het doen. En natuurlijk, we hebben allemaal dingen, hè, die we spannend vinden. Ik ook hoor, allemaal dingen die we spannend vinden, die we eng vinden. En of die je nog nooit gedaan hebt, maar die je wel voor je werk of zo moet doen. Of iets nieuws wat je moet doen. En dan vind je het spannend, want je hebt daar nog helemaal geen ervaring mee. En Pippi Langkous die zegt altijd van, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dus hè, dat vind ik altijd wel een leuke. Maar van binnen voel je altijd die onzekerheid. Of je hebt een nieuwe baan waar je onzeker in bent, want je kent nog niet alles, je weet nog niet alles. En dan word je een beetje onzeker. En dat is gewoon echt super normaal, want dat hebben we allemaal. Maar gaandeweg merk je dat als je het vaker doet, hè, dat ene ding wat je dus zo spannend. Daarom zeggen mensen ook vaak, coaches en zo, zeggen ook zo vaak van, dat ene dingetje wat je heel spannend vindt, ga dat dan maar doen. En dan ga je het dus doen. En dan kom je er gaandeweg achter dat je er steeds beter in wordt. En je komt er ook gaandeweg achter misschien dat je er eigenlijk wel heel hartstikke stinkend goed in bent. En ja, gewoon mijn eigen voorbeeld. Toen ik voor het eerst, en dat is inmiddels 2 of 3 jaar geleden, ik weet het niet meer. 2 of 3 jaar geleden. Voor het eerst die uitzendingen. Zoals nu. Voor het eerst. En ik blijf het altijd spannend vinden, hè, jongens. Het is niet zo dat ik daar totaal niets meer spannend vind. Ik blijf het altijd spannend vinden, maar anders. Een van de eerste uitzendingen. Oh man. Nou ja, ik zal maar niet zeggen wat ik wilde zeggen. Maar echt, ik vond het zo spannend. Ik vond het ook leuk, maar ik vond het ook heel spannend. Ik vond het ook heel eng. Dus, maar ja, inmiddels doe ik dit een tijdje en heb ik geleerd om het te doen en gewoon maar mezelf te zijn en gewoon maar te kletsen en gewoon maar mijn ding te doen. En kennelijk vinden jullie dat dan ook nog leuk. Het is zo ongekend. Snap je? Dus je wordt op een gegeven moment word je er goed in. Of in ieder geval, je weet in ieder geval hoe je het moet doen. Ik blijf het altijd spannend vinden hoor. Want alle publieke optredens. Ik heb vroeger in bands gezongen. Ik heb vroeger op podia gestaan, toneel gespeeld. En dat bleef eng. Je blijft altijd een stukje plankenkoorts houden. Maar die spanning heb je ook een beetje nodig om te presteren. Dus ga vooral dingen doen die je spannend vindt en die je eng vindt. Want gek genoeg ligt daar vaak ook je grootste kracht, hè? Die dingen die juist die dingen waar je tegenop ziet, juist die dingen die je eng vindt of spannend vindt, of die ook hè, het gevoel dat je daar een beetje onveilig of een beetje kwetsbaar gevoel van krijgt, dat zijn juist de dingen waar jouw talenten liggen. Even voor de duidelijkheid. Ik ga eens even kijken. Eerst even. Kijken of mensen al stapeltjes hebben gekozen. Annelies zegt profiteren en proberen. Wie zijn best doet, zal het leren. Een liedje van Samson en Gert. Nou, beter kan niet. Ik ken het liedje niet, maar ja, ik ben het ermee eens, nu al. Stapeltje 2 zie ik, Laura. Wilma heeft 2.
1. Even kijken. Volgens mij gaan de ene en de tweeën stapeltjes gaan gelijk op. Dus dan begin ik vandaag gewoon even lekker bij de ene. Dan gaan we gewoon op de normale volgorde. Nou, ik begin echt met een supermooie kaart. Ik hoop dat jullie hem zien. Geen rare lichtinval. De zon. De zon. De zon is een van de positiefste kaarten uit het tarot. En ja, ik leg heel vaak uit, hè, tarot is niet positief of negatief. Het heeft eigenlijk alles. Alle kanten van het leven, alle kanten van ons mens zijn, alle kanten van ja, het aardse bestaan, zeg maar. Alle kanten zijn vertegenwoordigd. Maar sommige kaarten die neigen wat meer naar de leuke kant. En andere kaarten neigen soms wat meer naar minder leuke kant, de uitdagingen. En dit is echt zo'n kaart, die is gewoon eigenlijk altijd positief. Heeft ook een klein schaduwkantje, maar 90% is positief. En we zien hier inderdaad een klein kind op een wit paard. Het wit paard, wit staat voor zuiverheid en puurheid, onschuld. Kind staat ook voor puurheid en onschuld. En ja, de zon, ik bedoel, we kunnen niet zonder de zon. En ook al als we de zon niet zien, dan hebben we toch dat de zon schijnt, want we kunnen niet zonder de zon. Dus het is onze levenskracht, het is onze vitaliteit ook. Hè? Dus als je naar buiten gaat en je krijgt weer even lekker zon. Afgelopen dagen was het weer in ieder geval hier heel donker en grijs en grauw. En dan worden we gelijk allemaal een beetje wat chagrijniger. En dan worden we gelijk allemaal een beetje wat moeier. Het is ook 's morgens weer donker als je wakker wordt, als je opstaat. Ligt eraan hoe laat je opstaat, maar als je vroeg naar je werk moet, dan is het altijd nog steeds weer een beetje donker. En dan worden we altijd wat somberder van, zeker in Nederland. Dus die zon die hebben we gewoon keihard nodig. Het is onze levenslust, onze vitaliteit, onze vrolijkheid, onze ja, eigenlijk positiviteit en warmte is wat bij deze kaart hoort. We zien ook de oranje banner, de oranje vlag eigenlijk. Die aangeeft van de tweede chakra, dus de combinatie van het tweede en het derde chakra, de zonnevlechtchakra. En je sacrale chakra, de tweede chakra, dus kleur oranje, die echt staat voor onze passie, onze creativiteit, het vuur, zeg maar. Ja, en ook voor de vitaliteit, levensenergie. En het geel wat je ziet staat weer voor de zonnevlecht, wat ook weer macht en kracht aangeeft. He, dus in je eigen kracht kunnen staan, in je eigen macht. We vinden macht vaak een heel vies woord, maar je hebt een bepaalde macht nodig. Eigenlijk wat ik net uitlegde, he, van dat je de macht kan, zelfs al is het maar alleen maar om je bed uit te komen, je tandjes te poetsen, dat is een vorm van macht hebben. En je hebt macht over dat stukje. Je hebt macht over jezelf. Het gaat niet over macht over andere mensen. Het gaat niet over de macht misbruik, wat we ook kennen in de wereld. Maar het gaat over een stukje kracht en macht die jij zelf kan opbrengen om bepaalde dingen te doen in je leven en bepaalde doelen. Hoe meer vitaliteit en hoe meer zonlicht in feite je van binnen hebt, hè, je eigen innerlijke licht. Hoe meer je gedaan krijgt en ook simpelweg vitaliteit, heb ik ook vaker gezegd. Als je bijvoorbeeld te weinig eet of te weinig drinkt of te weinig slaapt, hè, die echt super basisdingen, dan heb je ook de puf niet voor dingen. Dus om dat moet je ook zorgen, hè, dat die basis in orde is. Dus het gaat om de vrolijkheid. De kaart kan letterlijk ook betekenen: ga naar buiten. Nu met dit, nou nu is het donker, maar hè, ik bedoel. En met dit weer gaan we ook minder naar buiten als het zo regent en grijs en grauw is. Er zijn mensen die smullen ervan, die vinden dat heerlijk. En ik ben daar niet één van, overigens. Maar he, ga lekker naar buiten, frisse lucht. En ja, omarm ook je innerlijke zonnetje. Omarm je positiviteit en je licht. En ook je creatiekracht, want ook dat heeft iedereen in zich. Alleen door omstandigheden kan dat even wat een belager pitje hangen, zeg maar. Maar je hebt het in je. Je bent het niet kwijt. Het is er. Je hoeft het alleen maar toe te laten. En datzelfde eigenlijk met het licht. Je hoeft het ook alleen maar toe te laten, in feite.
Dus mooie kaart die ook een beetje aangeeft hè, van dat je zelf ook positiviteit uitstraalt. Dus die kaart kan ook letterlijk betekenen dat jij het zonnetje in huis bent. Dat jij jouw licht over dingen straalt. Dat jij jouw licht geeft aan de wereld. En het onschuld van het kind, dus spelen, vrolijkheid. Maar ook leren, hè, dus ook nog steeds lerende zijn. Maar vooral de speelsheid en de vrolijkheid. Paard staat natuurlijk voor kracht. Het is echt een krachtdier. En ja, dat wit is die onschuld, hè, met de onbevangenheid van een kind in het leven staan. Dus vrolijk, met optimisme en blijdschap. Klein schaduwkantje is letterlijk als je te veel in de zon loopt, kan je verbranden. Dus hè, pas op. Maar het kan duiden op van doe niet te veel. En probeer ook niet alles alleen maar van de zonnige kant te bekijken. Want je kan nooit 100% alleen maar positief zijn. De schaduwkantjes mogen er ook zijn. Want eerlijk, als daar heel veel zon staat, hebben we ook die schaduw nodig. Gewoon letterlijk, als we buiten zijn. Want als je te lang in die zon staat, is ook niet fijn. Dus dan zoek je de bomen op en dan zoek je schaduwplekken op. Dus dat schaduwkantje hebben we gewoon heel hard nodig. Dat was de één. En voor de twee hadden we die gisteren niet. Oh, weet ik eigenlijk niet. Ik heb hem al een keer voorbij zien komen vandaag. Niet vandaag, maar deze week. Dus het kan zijn dat hij al een keer aan bod is geweest. Gisteren misschien. Dit is de zes van zwaarden. En we zien hier duidelijk ja, eigenlijk je kan zeggen een gezinnetje of een familie. Het kind is moeilijk te zien. Of tenminste, we gaan ervan uit dat het een kind is. Maar die is eigenlijk moeilijk te zien. In dit geval, in de klassieke tarot, zie je duidelijk een stel met een kind wat onderweg is. Dus het kan echt een kaart zijn die over familie gaat. Dus hè, dat het te maken heeft met jouw gezinnetje. De mensen zijn onderweg, die zijn op reis. Dus het kan letterlijk betekenen dat je onderweg bent of onderweg gaat. Dus het kan een reisje betekenen. Kan betekenen dat je reist voor je werk. Kan betekenen, je verplaatst je in ieder geval van A naar B. Laten we het dan zo zeggen. Maar je bent er nog niet, want hè, dus er is nog geen land in zicht. Andere tarotkaarten, daar zien we soms het andersom. Daar zien we dus de gezichtjes van de poppetjes. En dan zien we ze ja, vanaf het land, zeg maar. Dus dan komen ze dichterbij. In beide gevallen betekent het, je bent er bijna, dus hou vol. En het gaat ook over een verplaatsing. En dat kan letterlijk zijn, maar het kan ook zijn in. Dat je aan het verplaatsen bent van de strubbelingen, want de kaart 5 hiervoor gaat over ja, conflicten en gevechten en strijd. En dat je daar dus van weg aan het gaan bent. Zessen gaat altijd over balans, dus die zwaarden die staan ook allemaal netjes op een rijtje. Met één kanttekening, dat je die zwaarden wel moet laten staan, want ze staan in een bootje. Als je die zwaarden eruit zou trekken, dan gaat ook niet helemaal goed met het bootje. Dus met andere woorden, die zwaarden houden ook het bootje varende. En de zwaarden staan voor jouw mentale processen, je denkprocessen, je overtuigingen, waar we het net over hadden, hè? Dat als je dingen zijn aangepraat door je familieleden, dat je dat bent gaan geloven over jezelf. En dat je die dingen nog steeds denkt over jezelf. Terwijl dat misschien allang helemaal niet meer waar is. Dat het gewoon helemaal niet klopt. Dus. Ja, ze zeggen wel eens, geloof niet alles wat je ziet, maar geloof ook niet alles wat je denkt. Vooral niet alles geloven wat je denkt. Want heel veel van die gedachten zijn niet jou. Die zijn aangeleerd van andere mensen. Die hebben andere mensen jou in je kopie geprent. Hè? Vooral als je klein bent, is dat heel makkelijk. Je kan kinderen heel makkelijk programmeren. Maar die gedachten hoeven helemaal niet van jou te zijn. Dus ga bij elke gedachte die je hebt, gewoon, en dat is best lastig, weet ik, want je hebt er 60.000 per dag. Ik kan me voorstellen dat je niet al je gedachten, trouwens, een groot deel van die gedachten gaan gewoon simpelweg over wat eten we vanavond en welke boodschappen moet ik halen. Gewoon de dagdagelijkse bezigheden. Maar er zijn ook heel veel van die gedachten die je steeds herhaalt voor jezelf, waarvan je echt mag vragen van, klopt dit wel? Is dat wel waar? Ik denk dit over mezelf, maar klopt dat? Klopt dat? Ik ben iets gaan geloven wat helemaal, misschien wel helemaal niet klopt. Dus het gaat over al die denkprocessen waar je van weggaat. Dus ja, wat dat betreft, je bent onderweg. Je bent er nog niet, maar je bent onderweg om daarvan weg te gaan. Dus ja.
Volgens mij was er geen 3 gekozen, maar ik ga hem toch gewoon doen. Oh ja, Annelies, die had 3. Oh, Johan had ook 3. Ja, er waren wel 3 hier gekozen. Maakt niet uit wat ik doe. Ik behandel hem sowieso. Ook weer een zwaarde kaart. En nogmaals, die zwaarde, het element lucht, dat gaat over al je denkprocessen. Dus al die overtuigingen waarvan ik net al zei van, moet je afvragen of dat allemaal klopt. En het gaat ook over je analytische vermogens, je intellectuele vermogens, je denkvermogens. Het kan ook zeker gaan over je helderziende, helderhorende, helder wetende gaves. En ja, helder spreken, ja, dat is op zich niet echt een helder, maar het gaat wel over hoe je die informatie uit. Dus ik wijs ook naar het keelchakra. Ik wijs altijd eigenlijk zeg maar altijd dit stuk aan qua chakra's. Maar dat gaat natuurlijk ook over, hè, als jij helder wetend bent of helderziend, hoe jij die uit. Dus hoe jij dat vertelt aan andere mensen, als dat je werk is of als jij dat doet. En het is verstandig om dat soort dingen te uiten, al is het maar op papier of tegen een bekende. Omdat je anders daarmee in je kopje blijft hangen en dan blijft dat ook malen. Hè? Dat kan daarbij gaan malen. Dus het kan zeker ook gaan over je intuïtie, hè? Je helders, zeg maar, de indrukken die je van buitenaf binnenkrijgt. Of vanuit het universum of het kosmos. In dit geval zien we een mevrouw die met 2 zwaarden zit. Ze houdt ze gekruist voor de borst, dus dat geeft een stukje bescherming aan. En ze heeft een blinddoek voor, waarvan je zou kunnen zeggen van, ja, als ze die afdoet, dan ziet ze wat meer. Ja, vrij logische gevolgtrekking. Maar het kan gaan over beslissingen die je moet nemen. Dat je op wikken en wegen, dat je denkt van, ja, moet ik nou dit, moet ik nou dat, moet ik nou dit, moet ik nou dat. Of dat je heen en weer wordt, hè, je hebt een dilemma. Want als je een keuze hebt gemaakt, als je moet kiezen tussen 2 dingen en eigenlijk springt A er bovenuit, dan heb je helemaal geen dilemma, dan heb je je keuze gemaakt, dan is het gewoon A. Maar als we zitten te wikken en te wegen en constant maar, ja, moet ik nou dit, moet ik nou dat, dan heb je eigenlijk een dilemma en weet je dat je niet genoeg informatie hebt nog. Want als je het had geweten, als je een keuze had kunnen maken, als een van die 2 dingen het beste was geweest, had je die keuze lang gemaakt. Dus wikken en wegen is altijd, je hebt te weinig informatie. Zorg dat je blik, en vandaar dat ik iets zei over die blinddoek, zorg dat je je blik verruimt. Met andere woorden, doe die blinddoek af en zorg dat je breder kan kijken, dat je meer mogelijkheden gaat zien. En wij mensen hebben de neiging om hier in ons koppie altijd in ja of nee denken, of in het of denken, of dit of dat, of heel zwart-wit denken. Dat is typisch menselijk, want dat doen onze hersentjes doen dat. Maar er zijn nog, weet je, er zijn heel veel grijstinten en er zijn heel veel nuances en er zijn heel veel andere mogelijkheden. Wat het ook kan betekenen is dat jij, vandaar dat ik even kwam, die helders, dat je jezelf wat afsluit voor jouw intellectuele capaciteiten of je talenten daarin, omdat je ook nog niet genoeg informatie hebt. En gek genoeg sprak, even terughalen waar de sleutel nou zat, want ik sprak iemand die heel intuïtief was, maar die ging vervolgens alles heel erg zitten beredeneren, waardoor ze zichzelf eigenlijk helemaal klem zette. Want dat stemmetje wat ze hoorde, in dit geval, of de informatie die ze downloadde, binnenkreeg van boven, daar ging ze eigenlijk gelijk al het overheen met haar eigen stem. Wat ik heel herkenbaar vind. Maar dat doen de meesten van ons. En toen zei ik van, hé, maar als je dat loslaat, dat stukje, dan komen jouw gaven of jouw talenten, dat wordt je ingegeven. Dus soms gaat het ook om jouw eigen capaciteiten, je eigen talenten, je eigen vermogens, die je een beetje blokkeert door te veel in je kop te gaan zitten. En dan kan die blinddoek zelfs betekenen dat je de stilte van binnen moet vinden. Dus richt je blik op binnen. Op je gevoel, hè, op je intuïtie, dus ik wijs dan weer hier. En laat de ingevingen binnenkomen. In plaats van gelijk zodra je iets binnenkrijgt. Oh, wat heeft dat te betekenen? Wat betekent dat nou? Ja, maar ik weet niet wat. Weet je, dan ga je met jezelf in discussie over wat dat teken,
Want je krijgt altijd informatie binnen. Altijd. Maar dan ga je erover zitten redeneren. Dus dat kan het ook betekenen. Van hey, misschien moet je zwaarder gewoon even wegleggen. Hè? Hou op jezelf te blokkeren door zo te gaan zitten. Want de antwoorden worden jou gegeven, alleen je wijst ze een soort van af. Kan betekenen met die blinddoek dat je sommige dingen nog niet helemaal kan zien. Of soms misschien zelfs niet wil zien. Dus even afwegen voor jezelf wat het voor jou betekent in ieder geval. Oké, nou dat was ronde 1. Even kijken wie er nog meer. Maureen, goedenavond. Leuk dat je er bent. Even kijken. Yo, Zevenmin, goedenavond. Leuk dat je er nog even bent. Was je nog op tijd voor de 2? Stapeltje 2. Daarom zegt klopt precies. Die gedachten komen van 1 of 2, 3 medewerkers van school en een werkgever. Oké. Wim zegt, deze kaart zegt mij zelfbescherming. Die blinddoek is een teken van zelfvertrouwen. Ja. Ja, dat kan ik ook wel plaatsen, ja. Vind ik een mooie aanvulling, ja. En bedoel je dan met die blinddoek een teken van zelfvertrouwen? Van vertrouwen op, ook al ben je blind op dat moment, hè? Toch durven vertrouwen, toch stappen durven zetten of toch dingen durven aandurven gaan. Als je hem zo bekijkt, dan ja, vind ik dat wel een mooie ingeving. Ja. Ik heb nog wel even. Ik heb een klein kwartiertje nog. Dus we kunnen nog een rondje doen. Dus hou gewoon even een kaart in gedachten. Je hoeft het niet in de comments te zetten. Ik kijk even stiekem. Volgens mij is er geen SMS'je binnengekomen, maar je weet het niet. Vorige keer hebben we het ook gemist, omdat we het niet zagen, of het laatst pas zagen. Dus ik check even voor de zekerheid. Dus je hoeft het deze keer niet in de reacties te zetten. Het mag, maar hoeft niet. Hou gewoon een kaartje in gedachten. Dan doe ik gewoon nog een rondje. En ik ongeveer een minuut of 10, dus ik moet wat sneller zijn. Jo zegt, bij zwaarder 6 denk ik ook vaak, je hebt die zwaarder zelf in handen. Dus een reminder van, gooi de strijd maar weg nu. Ja. Ja. Ja, wat bij mij dan in mijn gedachten schiet is, als je uitgaat van de kaart daarvoor, hè, die 5 van zwaarden, is dat je inderdaad dat je die zwaarden, je neemt ze mee in je boot en je zegt toedeledoki. Je komt uit die strijd van de 5 van zwaarden en heb je al een zwaarden verzameld en je doet ze in je boot en doei. Ja, dus ik weet niet of je dat bedoelt, maar dat is een beeld dat bij mij bovenkomt. Ja. Oké, ik zie dat de sms-functie nu gesloten is. Anders zijn we... Dan komt er net op de valreep nog een sms'je binnen en dan missen we hem net. En dat is gewoon hartstikke jammer. Dus ik ga nog even gauw een rondje doen. Oh, een van mijn favoriete kaarten. Ik vind hem zo leuk. Ik heb voor de ene, mensen die 1 hadden, de magier. Je hebt 1 gekozen, maar ik ga er altijd van uit dat die kaart ook voor iedereen een beetje geldt. De magier, ja, is ook zo'n kaart waar we het eigenlijk net over hadden. Hè? Eigenlijk al die gaven, al die talenten, al die mogelijkheden die je al hebt als mens, die er al zijn. Waar je gewoon niet altijd van bewust bent. En de magier, dat is de 1 kaart hè, na de dwaas, want de dwaas is 0. En je gaat ervan uit dat die dwaas eigenlijk als de complete onbevangen dwaas, zeg maar, door al die kaarten van de grote arcana heen gaat. Hè, dus al die lessen leert. En dit is dan de opvolgende die eigenlijk aangeeft van, hey, zo dwaas ben je misschien helemaal niet. Je hebt eigenlijk een heleboel dingen, heb je al. En als je kijkt naar de dwaas, dan liggen ook alle elementen bijvoorbeeld op tafel.
Als je weet dat de elementen aarde, water, lucht en vuur en spirit of ether, vroeger werd het ether genoemd, een beetje achterhaald begrip, maar hè, spirit of ja, ziel mag je het ook noemen, dat wat ons drijft als het ware, hè, dat ongeziene dingetje wat ons drijft. Als je die elementen bij elkaar combineert in allerlei verschillende combinaties, dan creëer je materie. Dus alles wat hier op aarde is, bestaat uit die elementen. En in de Chinese leer hebben ze dus die elementen ook nog wat meer uitgesplitst. Dan heb je nog het element metaal, je hebt het element hout, en je hebt het element, volgens mij, je hebt metaal, je hebt hout. Nou ja, er zijn nog een paar elementen, ik ben niet zo goed thuis in die cyclus. Als jij ze weet, hoor ik het graag. Dus die zijn ze nog wat meer uitgesplitst, zeg maar. En die leer zegt ook van hè, het pentagram, ik heb hem nu niet om, maar het pentagram, wat zegt van al die elementen bij elkaar met bezieling of ether of spirit, maakt eigenlijk alles wat hier is. Want wij hebben alles gecreëerd. En alle creatie begint met gedachten. En dan wordt het in de actie gezet, wordt het in de energie gezet. Nou ja, goed, en de hele cyclus van het creëren. Dus deze kaart staat voornamelijk ook voor creatiekracht. En dat je alle elementen, je hebt dus alle ingrediënten in huis om te creëren. Om jouw toekomst vorm te geven. Om jouw leven vorm te geven. De infinity of de ja, ik ben even de lemniscaat. Ik moest even nadenken. We noemen het tegenwoordig infinity of oneindigheidssymbool. Geeft aan dat de ziel, dat het leven eigenlijk oneindig is. Kijk, ons fysieke lichaam is eindig, maar het leven zelf, de cyclus van het leven, de cyclus van de seizoenen, is oneindig. Dus het gaat om die creatiekracht, de magier. Je hebt alles in huis, je kan in feite al alles om ja, wat dan ook maar te creëren in je leven. Grappig is dat hij in de klassieke tarot of in de vroegere tarot, in de 14e, 15e eeuw, werd het gezien als een straatartiest en een oplichter. Dus dat is een schaduwkantje van de magier. Maar dat geldt voor jullie niet, weet ik zeker. De tweede, de 10 van staven. 10 van staven is, ja, het is eigenlijk de tiende in het tarot is eigenlijk de afrondende fase. Hè? Bij 9 hebben we alles bereikt wat we willen bereiken. En bij 10 is het allemaal net even, het is afrondend. En het kan ook net even een stapje te veel zijn. En in dit geval betekent het overbelasting bijvoorbeeld. Maar het is ook een stukje overwinning. Het is een afsluiten van een cyclus. Daarna gaan we naar de hofkaarten. Komen we in een iets andere energie terecht. Maar het is een afsluiten van een cyclus en ook een soort van overwinning. Want je kan dit ook zien. Ik vertaal hem heel vaak als overbelasting. Want je neemt alles op je bult of op je nek. En je loopt daarmee en dat is nogal zwaar. Maar je kan hem ook zien als, hey, ik heb al mijn trofeeën verzameld en ik ga er met de buit vandoor. Dus zo kan je hem ook interpreteren. Hè? Maar vaak is het een combinatie van beide. Want grote overwinningen vragen grote offers. En als je, stel dat je even, hè, je hebt een project en je hebt keihard aan gewerkt. Je project is af, je bent super, hopelijk super trots op jezelf. Maar je bent ook werk af. Je hebt zo hard gewerkt en je hebt hartstikke veel eer voor je werk. Je hebt je overwinningen behaald, maar je bent ook moe. Je bent ook overbelast op dat moment. Ander voorbeeld is met kunstenaars. Ik weet niet hoe ik daarop kom ineens. Maar kunstenaars die kunnen soms te ver doorgaan in het creëren. Hè? Dan hebben ze een schilderij. Ik ben geen kunstenaar, maar ik schilder en teken graag. Dat je wil dat je er klaar mee bent. Dus je bent er gewoon klaar mee. Je kan het niet meer zien. Weet je, je bent al die tijd ben je aan het tekenen, schilderen. En op een gegeven moment, nee, nou ben ik er klaar mee. Nou moet het af. Het moet gewoon af. En dat is het eigenlijk ook. Het gaat over je passie, je enthousiasme, ook weer talenten, ambitie. Kan ook betekenen dat je heel veel ambities hebt. Soms misschien een beetje zoveel dat je er soms moe van wordt. Of heel veel ideeën hebt waar je best een beetje moe van kan worden. Dus het is een iets te veel van iets. Maar het is niet dat iets slecht is, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus een stukje overbelasting. Ik zeg vaak als ik deze kaart tref, een beetje in de context van, hey, pas op dat je niet te veel probeert te doen. Hè, want je bereikt je doelen toch wel. Je hoeft ze niet allemaal in één keer op te pakken.
dan hebben we weer een mooie stavenkaart. Oh, ik heb nog een paar minuutjes, zie ik. Een hele mooie stavenkaart. Azen vind ik ook altijd zo geweldig in de tarot. Want die azen, die geven echt letterlijk iets aan. Hier zien we echt een handje uit de wolken die jou iets aanreikt. En dat is waar de azen voor staan. De azen die geven, ja, dat is eigenlijk je connectie met boven. Hè? Je connectie met het universum, de kosmos. Ook al ben je niet spiritueel ingesteld en je totaal niet bewust van je connectie met het universum, je hebt die connectie toch. En we denken heel vaak dat spirituele mensen als enige die connectie hebben. Iedereen heeft die connectie. Alleen als je er niks mee doet, ja, dan gebeurt er ook niet zoveel. Maar we hebben allemaal die connectie, want dat is hoe we zijn. Dat is wie we zijn. We zijn onderdeel van het grotere geheel. We zijn onderdeel, en ook een geloof je helemaal nergens in. We zijn een goddelijke vonk. We zijn zielen die, ja, in mijn beleving goden in opleiding zijn, als het ware. Hè? We zijn met z'n allen de hogere macht. Zo zie ik het. Hoeft niet iedereen zo te zien, maar zo denk ik. Dus ook als je helemaal niet gelooft, niks doet met spiritualiteit, ook dan heb je die connectie. Of je dat nou wil of niet, want dat is wat je bent. In dit geval gaat het over antwoorden die je krijgt op jouw vragen. Openstaan voor de intuïtie. Dit zegt ook iets over een stukje ambitie, een stukje talenten qua werk. Het kan zijn dat je iets wordt aangereikt wat met hobby's te maken heeft, waardoor je misschien voor je hobby je werk kan maken. Het gaat om iets nieuws. Er wordt een zaadje geplant. Dit is letterlijk eigenlijk de goddelijke vonk. Hè? Het is de mannelijke energie, de staf, de mannelijke energie. Ik hoef niet uit te leggen waarom, hoop ik. Die eigenlijk het zaadje brengt voor creatie. Hè? In combinatie met water, element water, in combinatie met de bekers dus, wordt er iets gecreëerd. Dus in dit geval nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden worden je aangereikt. Een nieuwe baan misschien wel, een nieuwe hobby. Alles wat voor jou, creativiteit, ambitie, ja, daar waar jij graag mee bezig bent, wordt je aangereikt. En daar moet je dan wel iets mee doen. Je moet dat zaadje planten en vormgeven. En dat is aan jou. En je kan alles krijgen vanuit het universum, kan je alles krijgen. Maar het zaadje vormen, de vorm kneden als het ware, dat is aan ons als mensen om daar iets mee te doen. Dus ik vind het altijd super mooie kaarten, omdat het echt, als je kijkt naar de achtergrond hier, ik weet niet of het olijfbomen zijn, maar het zou kunnen, een kasteel op een berg. Ja, je kan in feite, kan betekenen dat jij de middelen of de ideeën krijgt aangereikt om je eigen kasteel te bouwen. Hoe jij dat kasteel wil vormgeven en hoe jij dat kasteel wil bouwen, dat is aan jou. Maar de ideeën worden je gegeven. De mogelijkheden ook, hè? De capaciteiten. Dus het is niet alleen maar de ideeën, maar je moet ook de capaciteiten hebben om het te kunnen. Of in ieder geval de mensen in te kunnen huren die dat voor jou kunnen doen. Dus het zegt ook iets over capaciteiten. Dus dat waren eigenlijk de stapeltjes. Ik ga even de... Jo zegt er, het tweede klopt ook weer, dat je op kunstenaars kwam. Vanmiddag uren bezig geweest met een nieuw schilderij opzetten. Ja, net te lang door. Nou ja, echt. En ik had dat niet gelezen, hè, Jo? Ik had dat niet gelezen wat jij nu schreef. Dit vind ik zo grappig. Kennelijk hebben wij een soort linkje, dat ik dan net altijd zeg waar jij mee bezig bent geweest. Het is echt heel grappig. Eén minuut. Laura zegt, ik heb heel veel ideeën en die wil ik ook bereiken. Goed zo, Laura. Weet je, jouw energie is al heel anders dan toen je binnenkwam vanavond. Dus laat je niet meer onderschatten, meid. Want ik weet zeker dat jij heel veel kan. Even kijken. Oké, nou, ik heb volgens mij alle... Voor zover ik de opmerkingen allemaal kan volgen, heb ik ze geloof ik allemaal wel gehad. Ik moet gaan afronden. Ik wil jullie allemaal weer heel erg bedanken voor alle mooie opmerkingen en alle aanvullingen ook. Dat vind ik ook altijd leuk. En jullie eigen inzichten en jullie eigen ervaringen. En
Ook mensen die via YouTube hebben meegekeken of hebben meegeluisterd, ook bedankt voor de aanwezigheid, want ik voel jullie wel. Ik zie jullie niet, maar ik voel jullie wel. En dan wens ik jullie verder nog een hele fijne week ook, want dit was mijn laatste uitzending voor deze week in ieder geval. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer. Tot dan, fijne avond. Doei doei.